Je moet blind zijn om de capriolen die sommige buschauffeurs in het verkeer uithalen niet te zien. Dit zegt Edmund Dundas, bushouder die zich nog steeds stoort aan het rijgedrag van sommige chauffeurs. Zelf vlak hier zo, Nieuwe Haven, zie je dat collega's zelf de durf hebben om gewoon op het bromfietsenpad te rijden. Toch? Het is alsof men zich niet stoort aan wat nog gebod. En als we over Indira Gandhi weg praten, daar is het van kwaad tot erger. Dus hier zo houdt men nog rekenen, maar Indira Gandhi weg, zie je hoe die mannen gewoon over het bromfietsenpad scheren. Toch? En de snelheden die daar ook worden ontwikkeld, is echt om je bezorg over te maken. Volgens Dundas wordt er een gedoogd beleid gehanteerd door de overheid. Zolang daar geen eind aan komt, zal het rijgedrag niet veranderen. Om dit probleem op te lossen, moet de rijwet nageleefd worden, zegt de bushouder. Rijden op het bromfietsenpad is verboden en daar staat een boete op. Hij vraagt zich dus af wat de politie tegenhoudt om de wet toe te passen. Als je die man een boete hebt gegeven, die man heeft een vergunning. Als je dat doorgeeft van dat het rijgedrag, dat zo'n bushouder zo'n rijgedrag heeft tentoon heeft gesteld. Dat hij mensenleven in gevaar brengt. Wat moet het ministerie doen? Handelen. Je moet disciplinaire maatregelen treffen. Maar zolang dat niet gebeurt, gaat men het doen. En het moment dat bijvoorbeeld je één hebt gepakt en je gaat toch door de vingers kijken, gaan die anderen toch door blijven doen. Maar wanneer ze zien dat het menens is, dat één echt gestraft is, dat hij niet meer mag rijden, dan zal je zien dat de anderen automatisch zich zullen houden aan wet en recht. Ook op de passagiers had Dundas kritiek. Hij noemt ze onverschillig omdat ze het rijgedrag van de chauffeurs zien en niets zeggen. Hij merkte verder op dat juist de bussen met de onverschillige chauffeurs het snelst gevuld raken.